Vandaag, daar zijn we vandaag in Dommeland Live. Presenteer ik samen met mijn allernieuwste co-host, Shawny Bult. Shawny, ben jij er klaar voor? Ben jij er klaar voor, Geert? Ik ben er heel erg klaar voor om samen met jou dit programma te gaan presenteren. Ja, nou goed, dan zijn we samen klaar. Ben je zenuwachtig? Heeft helemaal geen zin. Heeft geen zin. Nee. Welk onderwerp hebben we vandaag? We gaan vandaag praten over de recente gebeurtenissen rondom Parijs. Ja. We hebben de bandleden van Acting the Maggot bij ons op de bank zitten. En we hebben vandaag niemand minder dan Wim Daniels bij ons op bezoek, Geert. Super veel zin in. Kei leuk dat hij er is. Ja. En we hebben een heel nieuw item hier vandaag bij Dommeland Live. We gaan namelijk praten over de dommeltjes van Boxtel. Oftewel, allemaal kleine nieuwsitems. Het is dinsdag 24 november. Welkom bij een spiksplinternieuwe Dommeland Live. Ja, het is niemand ontgaan natuurlijk. Anderhalf, twee weken geleden de aanslagen in Parijs. Heel de wereld is enorm geschokt. We hebben vandaag ook de studio aangepast. We hebben de Franse vlag, je ziet het ook, hier in de studio tonen we. Bij ons in de studio om over onder andere Parijs, maar ook over Boxtel te praten, Hamid Omar, voorzitter van de moskee hier in Boxtel. Hamid, mijn eerste vraag. Hoe reageerde de moslimgemeenschap in Boxtel eigenlijk op dit geheel? Ja, eerst wil ik jullie bedanken voor deze gelegenheid dat ik hier ben, zeg maar, om over wat in Parijs is gebeurd te praten. Ja. Ja, dat was ook voor ons eigenlijk, zoals het ook bij jullie, een groot geschok, zeg maar. We waren ook geschokt voor wat allemaal is gebeurd. En als moslim zijnde, wij veroordelen, zeg maar, alle soort geweld. Dat is eigenlijk namens geen religie. Mm-hmm. Dat is, wij ontkennen niet van onze verantwoordelijkheid, want het is eigenlijk onze religie die nu misbruikt. Mm-hmm. Maar we zeggen het ook met een volle mond. Dit is geen islam en dit is eigenlijk niet namens moslims moet gebeuren. Nee, maar wat in Boxtel? Ja. Ja, dat was eigenlijk de vraag. Hoe in Boxtel? Ja, ja. Hoe reageerden de mensen naar jou? Want het gebeurde. Ik kan me voorstellen dat gingen ze je bellen. Wat gebeurde er op dat moment? Ik heb alleen maar, zeg maar, met de Marokkanen en de Turk, zeg maar, een beetje daarover gepraat. En we hebben ook, ja, wat gaat nu gebeuren en wat wordt eigenlijk, welke reacties gaan wij nu krijgen? Want dit is eigenlijk namens islam is gedaan. Wij zijn de ambassadeurs van de islam. Mm. Ja, en als dit gebeurt, ja, en wij wonen samen nog steeds met alle Europeanen, dus in Frankrijk, in Duitsland, in Nederland, in België. Ja, dan weten wij niet wat is eigenlijk zit aan ons te verwachten. En ook voor onze kinderen. En ook voor onze, zeg maar, vrouwen, voor kinderen, voor iedereen, zeg maar. Mm-hmm. Dat was een beetje zorg van wat gaat nu gebeuren? Wat gaat ook voor de moskees gebeuren? Welke reacties gaan wij krijgen? Maar gelukkig, mij betreft, zeg maar, hebben wij een beetje samen gepraat dat wij gerust moeten blijven. Dat geen reactie tegen reactie moet komen. Mm-hmm. Dat wij ook met de kinderen moeten praten. Dat iedereen moet rustig blijven. En dat is ook begrijpelijk wat is eigenlijk gebeurd. Ja, dat is niet te geloven. Dus dat is normaal. Als ook wat emoties van de Europeanen ook hoog gaan, dan moeten wij ook wat verstaan voor hebben. Ja. En zijn er eigenlijk al echt directe vervelende reacties geweest? Jegens je, nou, nu, eigenlijk gelukkig geen, nog niet, zeg maar. Mailtjes gestuurd op, ja, mensen of iets. Nee, dat niet. Alleen maar op scholen, dan hoor ik van mijn zoon of via, zeg maar, dat sommige kinderen zeggen Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dus als iemand loopt, dan gaan ze dat roepen. Je gaat nu iets roepen? Ja, als ze voor zeggen, mij vertaal, ja, vertaal dat even wat ik. Ja, het probleem is, als iemand iets gaat verrechten namens islam, dan gaat hij eerst roepen Allahu Akbar. Allahu Akbar betekent God is de grootste. Dat roepen ze wel. Als een aanslag gaat gebeuren, zeg maar. Voordat dit gebeurt. Ja, en de kinderen van hier, dat horen ze ook, zeg maar, via anderen. Als hun gaan lopen, als mijn zoon gaat lopen of zo op school, dan hoort hij dat ook. Ja, het is een beetje humor, zeg maar, over die woord. En dat moet hij uitleggen. Dan praat ik met mijn zoon en zeg ik, het is, ja, normaal negeren. Net alsof je het niet hoort. Blijf normaal. Gewoon gedragen, zoals het hoort te zijn. En geen rare dingen ook terug doen. Ja, dat is tot nu toe wat eigenlijk een beetje is gebeurd. Maar iets echt concreet die hoog is of gelukkig niet.
En hoe denk je dat we de ouders daarvan op de hoogte kunnen stellen? Hoe zij het beste dit probleem wat zich nu op scholen voordoet. Hoe denk je dat wij het beste ouders daarop alert kunnen maken hoe zij met hun kind dan om moeten gaan? Het is eigenlijk, ik zie het eigenlijk zo, dat dit is eigenlijk een probleem van ons allemaal. Dus niemand moet de schuld geven aan de anderen. Want het is eigenlijk een samenleving die wij gezamenlijk moeten gaan uiteindelijk verrechten. Mm-hmm. Ja, en iedereen die een beetje gevoel van verantwoordelijkheid, moet je ook vanuit zijn positie acteren. Mm-hmm. Dus als ouder zijnde moet je praten met jouw kinderen. Wij als moslim zijnde en ook jullie als non-moslim zijnde, dat dit eigenlijk wat is gebeurd, dat heeft geen religie. Dat moet je niet associëren met islam. Ja, en van ons kant, ja, wat kunnen wij nog doen, zeg maar, om dat te voorkomen? Als wij iets hadden, wij... Tuurlijk, maar dat snap ik. Dat maar je begrijpt ook heel goed, en er zijn helaas van mensen die vooroordelen hebben, hè, en ik vind het fantastisch dat je hier vanavond bent ook om erover te praten, die een bepaalde mening al klaar hebben. Ja. Heel iets anders. Kinderen, daar hebben we het net over. Ja. Wat voor vragen, we zagen afgelopen week op internet een heel mooi filmpje van een Aziatisch jongetje die woonachtig was in Parijs met zijn vader. Zijn vader probeerde hem uit te leggen wat er precies gebeurd was. Heel ontroerend, als ik het nu krijg weer tranen in mijn ogen. Wat voor vragen stellen jullie kinderen? Daar ben ik benieuwd naar. Ja, mijn zoon bijvoorbeeld vraagt, hoe is het ontstaan dat dit eigenlijk namens islam is gebeurd, terwijl ik van jou gehoord heb en vaak gehoord heb dat islam is vrede. Hoe kan het zijn dat ik moslim ben en hun moslim zijn, ook, dus de ISIS en ook andere beweging, dat hun toch een andere begrip hebben van islam. Waar is vrede gebleven dan? Ja, dit is een van de moeilijkste vragen die ik ook zelf kan beantwoorden, want hij kan nog niet, zeg maar, het verschil zien. En hij beoordeelt, zeg maar, de situatie op basis van dit is islam, dit is islam. Ja. Maar hier zie ik een gedrag en daar zie ik totaal een andere gedrag. Ja. Ja. Hoe kun je dat verklaren? Ik zeg dat is eigenlijk een interpretatie die iedereen maakt als hij dat verkeerd maakt. En als je ook niet de echt kennis van de echte bronnen krijgt, dan loop jij deze risico dat je een verkeerde begrip krijgt van bepaalde stoffen. Mm-hmm. En deze mensen van ISIS of ook van alle radicale religieuze bewegingen binnen de islam, ze zijn niet geschoold en ze zijn niet hooggeschoold, ze zijn geen academisch mensen. Mm-hmm. Ze hebben hun, net als ik een boek lees en ik ben niet, zeg maar, geschikt om eigen analyse te maken en eigen interpretatie te maken en dan zeg ik, weet je wat, deze boek geeft dit en dit en dit als boodschap. Hoe weet ik dat mijn interpretatie en mijn begrip goed is? Dus er moet iemand zijn die mij kan corrigeren. Hun hebben deze kans niet en ze hebben deze gelegenheid niet gezocht ook om hun kennis en hun begrip van islam te corrigeren, zeg maar. Mm-hmm. Want hoe kan het zijn dat de hele leiders, is het groot leiders en imams, wereldwijd, zeg maar, ontkennen het geweld, zeg maar, binnen islam. En één klein beweging gaat eigenlijk een andere interpretatie aan islam geven. Mm-hmm. We zijn eigenlijk meer dan 1,5 miljard moslims. Als wij allemaal radicalen zijn, dan denk ik niemand blijft op aarde. Mm-hmm. Maar dit is een kleine percentage die verkeerd de islam begrijpt. En misschien ook voor politiek belangen ook. Dat moet je ook niet negeren. Ja, want we merken vooral dat kinderen waar we het nu over hebben, die vooral onvrede hebben, dat ze zich niet geaccepteerd voelen in de gemeenschap, et cetera. Dat zijn vooral de kinderen die uiteindelijk geronseld worden door jihadisten. Ja. Hele gekke vraag misschien. Boksel is voor mij een hele veilige omgeving, een dorp waar ik opgegroeid ben. Ja, ja. Ik heb Marokkaanse vrienden, Turkse vrienden, iedereen. Zijn er jongeren in Boksel bijvoorbeeld die dat gevoel ook wel eens uiten? Dat ze onvrede hebben. Ik tot nu toe, zeg maar, heb ik geen stem of geen iemand gehoord die dat eigenlijk heeft. Als hij dat heeft, maar ik weet het niet, dat kan. Maar zover ik weet, dat in Boksel, en met name binnen de Marokkaanse maatschappij, zeg maar, dat heb ik nog niet gehoord. Maar natuurlijk, je hebt een soort van zorg. Niet alleen maar dat je niet eens bent of wel eens bent, maar je hebt wel zorg, zeg maar, van hoe lang gaan wij blijven eigenlijk
altijd islam verdedigen en uitleggen dat dit is ISIS en dit is geen islam. Mm-hmm. Dit is eigen interpretatie en dit is geen islam. Mm-hmm. Ja, het is ook voor ons lastig dat wij elke keer als iets gebeurt, als moslim zijnde, we moeten het uitleggen. De andere doet het en wij moeten het eigenlijk uitleggen. Ja, ja, en ik denk zelf, als islam is één... heeft één betekenis. En dat komt, als je Arabisch een beetje kent, islam komt van het woord salam. En salam betekent vrede. Dus, en ook als je naar de biografie van ons profeet gaat, dat is de ons grootleider, dit gedrag zie je niet in hem. Maar waarom is dit dan? Geef mij het antwoord. Ja, dan geef ik jou een andere vraag als antwoord. Waarom heeft Europa bijvoorbeeld fascisme gekregen? Ja. En waarom heeft Europa een keer nazisme gekregen? Ja. Waarom heeft Europa ook de Eerste Wereldoorlog veroorzaakt en de Tweede Oorlog veroorzaakt? Ja. Heb je een antwoord voor? Nee. Ja. Nee, maar ik vind het zo ze gebruiken gewoon... Het is zo vervelend. Je moet iedere keer als gemeenschap verdedigen. Ja, ik vind het is mijn verantwoordelijk als moslim zijnde, omdat ik hier in de samenleving ben in Nederland, dat ik dat doe. En iemand anders die dat in Frankrijk ook moet doen. Ja. We zijn in een samenleving en we leven met elkaar. We moeten eigenlijk goed in dialoog komen. Goed communiceren, goed praten, dat wij elkaar goed kunnen begrijpen. Ja, en dat wij geen kans geven aan de ander dat hij ons uit elkaar brengt. Want dat is een van zijn doelen ook. Mm-hmm. Ja, dit is geen islam voor ons en voor jullie ook. Het komt ook graag uit dat dit namens islam is gedaan. Mm-hmm. Wij zijn hier om samen, zeg maar, een goede begrip te krijgen voor elkaar. En dat wij ook niet... Wij moeten voorkomen dat islam met geweld wordt geassocieerd, zeg maar. Want dat is wat ze doen. Zonder te vergeten dat soms religie, als je het mengt met politiek, dan heeft het geen betekenis. Ja. En is er ook een punt hier in Boksel, dat mocht er een keer iets gebeuren waar je dan kunt melden? Nou ja, signalement eigenlijk van de ouders. Kijk, waar het gebeurt, denk ik, is de ouders moeten zulke dingen signaleren bij de kinderen. Verwacht ik. Is er een plek waar ouders naartoe kunnen überhaupt, als ze iets signaleren bij hun kinderen, waarvan ze denken van, want daar begint het. Dat zijn de kleine bloedvaten volgens mij. Ja, één contactpunt of één contact, zeg maar, één centraal contactpunt binnen Boksel, dat hebben wij niet. Maar ja, de moskee voor ons in onze ogen, in het algemeen en binnen de bestuur, daar is eigenlijk een goede plek, zeg maar, om dingen over dit soort van issues en hot items te gaan praten. En ik ben ook bezig met, zeg maar, een bijeenkomst te organiseren, waar iedereen eigenlijk mag binnen de moskee komen. En we gaan over dit praten. Dus ik ben van plan om de gemeente te gaan uitnodigen. De kerken, alle soort kerken, de gelovigen, de non-gelovigen, zeg maar. Iedereen mag eigenlijk binnen de moskee komen. En we willen graag over dit gaan praten en ook een gezamenlijk aanpak maken. Dat opzetten, zeg maar. Ja. Dat wij altijd op dezelfde lijn kunnen zijn. Hoe zie jij het om de moskee ook als een soort van rouwplek te maken? Dat mensen ook naar je toe kunnen komen, dat is volgens mij ook het idee om te kunnen rouwen na dit soort gebeurtenissen. Ja, ik vind het een goede plek. Dat is de plek waar eigenlijk wij als moslim zijnde moeten zijn. En gezien dat je hebt wel nog andere kanalen bijvoorbeeld. Je hebt ook de gemeente, je hebt nog de politie, je hebt nog andere instituut. Maar een moskee blijft voor iedereen. Het is niet alleen maar voor moslims, zie ik het zelf. Dus moskee in mijn ogen is niet alleen maar voor moslims, maar het is ook voor iedereen. Dus iedereen die een vraag heeft, iedereen die misschien een opmerking heeft, iedereen die een aanvulling heeft. Ja, dat is welkom eigenlijk binnen ons moskee. Toekomst? Hoe ziet de toekomst eruit? Ja, ik ben iemand die... We zijn natuurlijk zo geprikkeld nu. Dat wel. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Maar ik ben iemand die positief is en altijd positief ook naar de toekomst kijkt. Dit is mijn visie in het algemeen, zeg maar. En zover wij een gezamenlijk samenleving als intentie hebben, dan gaan wij geen ruimte geven voor geweld. Gaan wij uit elkaar, zeg maar. Ja, dan hebben wij eigenlijk het doel. We laten hun doel bereiken. Ja. En dat moeten wij eigenlijk gaan voorkomen. Dankjewel, Ahmed. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Fantastisch. Super. We zeiden het al. Johnny zei het net al. Wie hebben we in de studio? Act in the Maggot. Ik zou zeggen, muzika! Sick and tired of what to say, no one listens anyway. Sing, that's all you can. Rambling years of lousy luck, you'll miss the smell of winter. Dream, that's all you can. Oh,
or don't, don't sink the boat that you build. No, I don't sink the boat that you built to keep afloat. Well, singled out for who you are, it takes all types to judge a man. It's all you can. A filthy suit with bigger ears, hide behind their own worst fears. Live, that's all you can. That's all you can. That's all you can. Tomorrow smells of last decay. The flower creates its bloom and pray. Be thankful, that's what you can. Oh, but don't sink the boat that you built to keep afloat. Oh, but don't sink the boat that you built to keep afloat. Maarten de Grans, Danielle van Berkom, Act in the Maggot. We krijgen ze zo nog ook bij ons op de bank. Ik zei het net al, een nieuw onderwerp hier in Dommeland Live. Tijd voor dommeltjes, oftewel een nieuws item waarin we kort iets vertellen over het nieuws hier in Bokstel en omgeving. We gaan gelijk met het eerste nieuws beginnen. Inbraakgolf. De politie in Bokstel gaat ervan uit dat in de regio Meierij een bende inbrekers actief is. En daar wordt intensief naar gespeurd, zegt de woordvoerder. De groep zou verantwoordelijk zijn voor een golf inbraken in diverse gemeenten. Hoe kan ik de kans op een inbraak verkleinen? Dat zie je hier op de dia, zoals jullie hem ook nu op beeld zien. Of kijk op www.politie.nl en daar vindt u ook meer tips en filmpjes over woninginbraak. En de Orion in Lennisheuvel ontvangt 15.000 euro van het Oranje Fonds. Deze bijdrage kan het gemeenschapshuis energiebesparende maatregelen treffen om het duurzamer te maken. De Orion is al meer dan 65 jaar een ontmoetingsplaats voor mensen die lekker willen socializen. Ja, nee, ik voel me wel een soort van voorlezer op dit moment. Ja. Het is best wel gek. Maar ja, nieuw item, we moeten het proberen toch? Op woensdag 25 november aanstaande organiseert de organisatie Burgers voor de Kleine Aarde een bijeenkomst voor iedereen die belangstelling heeft om mee te denken over de toekomst van de kleine aarde. Dit vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 8 uur, welgeteld. Iedereen uit Bokstel, Lennisheuvel en Liemt, onze eigen Liemt, kan in hun visie iets gaan betekenen, huren of opzetten op het terrein. Leuk. Ja, en vorige week heeft onze eigen Michael van Gerwen de enige prijs gewonnen die hij nog niet in zijn bezit had, namelijk de Grand Slam of Darts. Hij is nu de jongste darter aller tijden die deze prijs heeft gewonnen. Echt een geweldige prestatie, Michael, en uiteraard gefeliciteerd van ons allemaal. Yes, 180. Nou, moet ik even kijken. Vanaf 1 januari 2016 kan in het gemeentehuis in Bokstel en bij de Milieustraat alleen nog met PIN betaald worden. Contante betalingen voor gemeentelijke producten en diensten die je hier op de dia onder andere ziet, zijn vanaf dat moment niet meer mogelijk. Snel en gemakkelijk en veilig. Nou, en dan de wedstrijdgroep van Tiga, die je hier ziet op de foto, is eerste geworden op de Shall We Dance event in Vught. De groep onder leiding van Steffi van der Meijden komt hiermee meteen in de hogere wedstrijdscategorie. Wij wensen hun heel veel succes. Screaming heette die, hè? Screaming. Screaming! Screaming! Project Zorgzaam Bokstel. Voor het nieuwe online buurtplatform in Bokstel-Oost worden zogenaamde buurtverbinders gezocht. Het online platform is een succesvol initiatief dat inwoners met elkaar verbindt en wordt gecoördineerd vanuit de gemeente Bokstel, Zorggroep Elde, Cello, WSD en Reinier van Arkel. En het valt onder het project Zorgzaam Bokstel. En dan zondag 22 november ging de carnaval van start.
voor de jeugdige carnavalsvierders in Liemde. 20 kandidaten vertelden vol enthousiasme over hun grootste blunder en zetten een playback act neer. Onder de naam van Prinses Nookie werd Anouk van der Brand gekozen tot jeugdprinses van het Kloerensland. Zij zal samen met Mees van Abelen de scepter zwaaien over het jeugdcarnaval in Liemde. Wat is jouw grootste blunder eigenlijk? Zullen we dat gewoon even niet op live televisie vertellen? Nee. Zaterdag 28 november organiseert Goed en Transition Town Bokstel de 13e editie van het Repair Café. Dit gebeurt in de kringloopwinkel van het Goed. En bezoekers aan het Repair Café kunnen kapotte spullen van thuis meenemen. En de hobby-reparateurs staan dan klaar om bijvoorbeeld uw kleine meubels, fietsen, elektrische apparaten proberen te repareren. En de opzet is ook om de mensen te leren hoe ze zelf spullen kunnen repareren. Dus als je nog niet zo technisch bent aangelegd, ik zou zeker gaan. Ja, en hier kun je ook al je eigen kerststal gaan bouwen. Echt? Want in Liemt is de eerste namelijk al gesignaleerd en te bewonderen op de Kibbekesroute. Hij bestaat namelijk uit materiaal, uit natuurlijk materiaal, maar is ook uit geschonken spullen. De beelden zijn bijvoorbeeld te verkrijgen van de... Wow, nou ga ik even helemaal de mist in. De beelden zijn bijvoorbeeld verkregen van een kerststal uit de Sint-Joriskerk uit Eindhoven. Heel erg bijzonder. Ja, het is wel bijzonder. Ja. Ik weet niet ben je of ik gelovig? Nu, of ik gelovig ben? Geloof je in de kerststal? Ja, er komt nu even een hele andere foto. Wacht even, Richie. We willen ook een keer een beeld, toch? We mogen wel dommeltjes doen, maar deze dia die mag ik op straks pas. Nee. Maar ik ben gelovig. Nou, daar laat ik me ook niet over uit. Een trending topic op internet de laatste dagen. Als je niet je outfit, maar je baard eruit wil laten springen met de kerst, dan kun je natuurlijk ook gewoon glitter overheen gooien. Ja, daar hebben we hem. De vraag van vandaag is dan ook, zou jij deze kerstbaard aan je ontbijt willen hebben? Hebben we hier nog meer dia's van of niet, jongens? Kijk. Wauw. Nog één? Zijn er nog meer dia's? Zo, Jordi, stel dat jouw vriend zo dit zou doen. Ja, die zit bij mij dan niet aan de kerststal. Nee, echt niet? Nee. Ook niet als je leuk met die glittertjes en zo. Nee. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. En misschien als u thuis iets vindt, dan geef u een reactie. Ook als u nog meer tips heeft voor dommeltjes, ga even stuur een mailtje naar info@omroepdommeland.nl. We hadden het er net al over, Acting the Maggot. Voor de mensen thuis die ze nog niet kennen, hier een klein filmpje. Ik mag wel stellen dat wij hier twee heel muzikaal getalenteerde personen in de studio hebben zitten. Heerlijke muziek, dit ja. Cool. In de persoon van Danielle van Bergkom en Maarten de Rand. Jullie zijn allebei lid van Act in the Maggot. Kun je iets vertellen over de muziek, over de soort muziek die jullie maken? Ja, het is eigenlijk begonnen als grapje tussen Rogier Peerlings, de bassist van onze band, en mij. We werden gevraagd door Podium Bokstel om een optreden te verzorgen daar. En we hadden zoiets, ja, het is wel leuk met z'n tweeën, maar nou een hele avond te vullen met twee muzikantjes op het podium, dat vonden we een beetje karig. Dus we zijn op zoek gegaan, en Daniel kende ik al, dus heb ik er vrij snel bij gevraagd. En we zijn online op zoek gegaan naar andere muzikanten. En toen kwam er een bandje bij elkaar, en dat, de klik was goed. Maar om je vraag te beantwoorden, wat voor soort muziek? Wij speelden al wat Ierse muziek, tussen de andere nummertjes door die we destijds speelden op podia's.
En we hebben toen geprobeerd een hele avond te vullen met alleen maar Ierse muziek. Mm-hmm. Het was in het begin vrij moeilijk, want we kennen nog niet zoveel. Het repertoire was natuurlijk een beetje karig. Dus we hebben een beetje gesmokkeld her en der. En gedaan alsof liedjes Iers waren. Niemand die het merkt. Dat weten ze toch niet meer. Want ja, werd... Volgens mij, want ik ben op die avond geweest. Klopt, ik was door Danielle uitgenodigd. Ja. En ik heb zoveel Guinness daar gedronken. Ja. Dat ik het op een gegeven moment ook niet meer door. Het was erg gezellig. Nee, er was Guinness daar toen inderdaad ingekocht. Maar dat was al gedurende halverwege de tweede show. Was het allemaal op. Dus het ging vrij vlot inderdaad, want de gezelligheid was groot. De gezelligheidsfactor is ook een deel waar wij op aimen, op richten. Moet wel in het Nederlands houden nu natuurlijk. En die Ierse muziek is daar een heel goed punt voor. Dus waar we nu mee bezig zijn, we zijn nog meer op die feestmuziek gaan zitten, want dat vinden we zelf gewoon heel erg leuk. Mm-hmm. Dus het zijn allemaal Ierse feestliedjes en dat wordt afgewisseld met wat melancholische klanken. Want het stikt ook van de, nou ja, wat dramatische nummers zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Want ze hebben nogal wat meegemaakt in Ierland. Behoorlijk wat oorlogen, hongersnoden en dergelijke. En daar zijn fantastische liedjes over ook. Dus, En is het dan lastig om hier in Nederland daar draagvlak voor te vinden? Nou, wij zijn een beginnende band, terwijl wij eigenlijk helemaal niet beginnend zijn. Want we zijn, het grootste deel van de band is professional en we zitten ook allemaal in andere bands. Ja. Maar om iets op te starten wat volledig nieuw is, en, dat is toch wel eventjes zoeken. Want het is ook niet mijn scene, mijn wereld waar ik normaal gesproken in zit. Mm-hmm. En dat is voor geen van ons allen, maar we hebben het wel heel erg gevonden nu. En inmiddels zijn we in Denemarken geweest, we hebben in België optredens gedaan, we worden in Duitsland nu gevraagd. Mm-hmm. En de markt in Duitsland voornamelijk is heel erg groot. Er zijn ontzettend veel festivals die bandjes zoals wij wel kunnen waarderen. Ja. En ons vermoeden is, als de Duitsers willen, dan willen die Hollanders vast ook een keer. Dus daar gaan we nu mee bezig. Mm-hmm. Meestal werkt het zo wel inderdaad. Ja. Eerst in het buitenland en dan... Ja, vaak wel. Ja, dat is heel raar, maar ja, vaak ik ken wel. Het. Ik ken het. Ja hoor, ze hebben een overeenkomst. Nou, wij hebben ook samen op school gezeten. Ja, zeker. En ik. Oh, ja. We kennen elkaar. Ja, wij kennen elkaar. Wauw. Ja. En Nederland is een soort kweekvijver, hè? Wat ik had begrijpen wel voor veel mensen. En dan vliegen ze eerst uit Nederland weg en dan daarna komen ze weer zo langzaam... Het is eigenlijk hetzelfde een beetje bij Covax volgens mij. Die waren in Griekenland ontzettend groot al. Terwijl het in Nederland nog een beetje aan het opkomen was. Ja. En nu is het ook overal groot volgens mij. Dus het is een beetje hetzelfde verhaal. Je had het er net al over, Ierse muziek. Maar waar ligt jouw fascinatie eigenlijk? Want ik begreep het niet. Waar ligt jouw fascinatie? Waarom voor Iers? Dat is een hele lastige vraag. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik krijg wel heel veel gevoel bij die Ierse muziek. En ik ben vele malen in Schotland voornamelijk geweest. Waar de Ierse muziek ook hoog in het vaandel wordt gedragen. Je hebt daar, als je bijvoorbeeld in Edinburgh of Glasgow komt, heb je elk weekend vanaf donderdag tot maandagavond heb je er continu live muziek staan. Mm-hmm. En dat begint vaak van een volkszangetje op donderdagmiddag naar een wat populairdere band op vrijdag. En op zaterdag kan je eigenlijk van 's middags tot midden in de nacht allerlei live muziek horen daar. En daar hoor je heel veel die Ierse muziek in. En misschien kwam het wederom door de Guinness die wij daar ook regelmatig dronken. Maar het raakte een gevoelige snaar en we raakten eigenlijk verliefd op de muziek en de cultuur. En we besloten ons daar meer in te verdiepen en dat is tot stand gekomen in deze band, denk ik. Ja, Danielle, we komen zo, het is niet dat je, we hebben ook nog voor jou vragen. Maar ik ben nu zo lekker aan het vertellen. We kennen jou in verschillende gedaantes, Maarten. Hè? Als Roy Rico, toen was je hier, je zit met tranen en tuiten. Uh-huh. Waar ligt jouw hart? Op het podium staan, een feest maken met de mensen. Nee, dat snap ik. Maar... Dat is eigenlijk mijn belangrijkste doel. En het is geweldig om mee te maken. Als je op een podium staat en mensen gaan helemaal uit hun plaats voor wat je doet. En ik vind het heel fijn als ik echte muziek kan maken. Dus wat ik nu doe met Danielle en met Geert en Rogier en Tom en Sjoerd. Sorry jongens. Dat is echt fantastisch om mee te maken. En ik repeteer ook heel erg graag met deze club. Het is zo'n goede klik die we hebben. Dus dat voelt heel erg lekker. En het is nog leuker als je dit op het podium kan neerzetten en dan hetgeen wat je erg leuk vindt, daar kan laten zien aan andere mensen die dat hopelijk dan ook heel erg leuk vinden. Ja, maar waarom niet een heel mooi Nederlandstalig nummer gezongen door Maarten de Gans zelf? Ja, dat ligt mij toch iets lastiger, merk ik. Ik vind het leuk om dat als typetje te doen en die feestmuziek die trekt me ook heel erg aan dan. Maar ik zal niet als een troubadour of als een Armand, God hebben zijn ziel, op het podium staan en dat soort liedjes zingen. Dat zit niet in me. Mm. Dat Engels, dat trekt me dan meer en ik heb altijd veel meer naar rockmuziek geluisterd. En dit is een beetje de mengelmoes van wat rustige folkmuziek met rockmuziek en dat trekt me heel erg. Daniel, hoe vind jij het?
bij Acting the Maggot? Want we kennen jou van allerlei... zeg het maar eerlijk. Oh, ja, ja. Verschrikkelijk. Nee. Ja, toch, ik zag het al aan. Ik vind het heel leuk. Ik kijk zo betreft. Je denkt, hij spreekt wel allemaal onzin. Nee, ik vind het heel leuk, omdat het juist die afwisseling wat Maarten het zegt inderdaad. Het is de afwisseling tussen rustige nummers en echte feestmuziek. Ja. Dus echt veel meer uptempo. En het is altijd een feestje bouwen op het podium. Als we samen zijn ook repeteren, vind ik heel erg leuk. En we hebben altijd plezier. Mm-hmm. En ik kan eindelijk eens een keer mijn viool krassen, zeg maar. Dat vind ik altijd zo leuk. Scheuren op de viool. Gewoon scheuren op mijn viool. Je? Normaal moet je heel netjes spelen? Of dat nou ja, valt wel mee. Op zich, andere bands valt het ook gewoon mee dat ik netjes speel of zo. Maar wat ik gewoon merk bij Act in the Maggot, hebben we ook een aantal een beetje nummers die neigen naar rock of naar country, zeg maar. En dan gebeuren toch dingen met je viool die je normaal gesproken niet doet. Dat meer naar fiddelen gaat. Mm-hmm. En dat is toch iets ruiger dan... Je gaat iets harder er... Ja, iets meer feest. Ja, oké. Ja. Je zit nu in de Kovacs. Ja, Kovacs. Kovacs. Heel iets anders dan Acting the Maggot. Je bent van beide onderdeel. Hoe kun je de Kovacs het beste omschrijven? Hoe kan ik Kovacs het beste omschrijven? Niet mainstream, in eerste instantie. We hopen natuurlijk uiteindelijk dat de mainstream het oppakt, want dat is natuurlijk het meest voordelig. Maar, mainstream? Ja, nou ja, mainstream, gewoon de grote mensenmassa dan oppikt de muziek. Exact. En dat gaat de goede kant op, merken we in ieder geval. Veel goede reacties en radio worden op de radio gedraaid, best wel veel. Hoe zou ik ze omschrijven? Wat ik al zei, dus niet echt mainstream. Dus. Maar wij worden meestal vergeleken met een beetje een James Bond jasje. Dus een beetje mysterieus alternatief. Mm. Met invloeden van jazz, soul... Acting the Maggot. Dat helpt niet. Roy Rico. Tranen met tuiten. Rom allemaal. Zit er allemaal in. Nou, het lijkt me best wel een leuke combinatie. Misschien een optie. We zullen er eens een brief schrijven. Kijken of ze het willen. Laten we het proberen. En Daniel, wat was nou eigenlijk jouw hoogtepunt het afgelopen jaar? Want ik heb zoveel dingen van je voorbij zien komen. Dat ik echt denk van, wat wil je nou echt super tof om te doen? Je post veel. Klopt, dat vind ik heel lastig, deze vraag. Mm-hmm. Heel bijzonder was natuurlijk toen het album uitkwam. Dus we hadden de albumrelease in de Effenaar. Mm-hmm. Dat was heel bijzonder, omdat dat toch een soort van mijlpaal is. Maar een andere mijlpaal was Pinkpop. Natuurlijk het festival in Nederland waar je dan staat. Zeker. Dat is heel tof. En Rock Werchter hoort er eigenlijk ook bij. En we hebben in Griekenland soort van het voorprogramma voor Robbie Williams gedaan. Voor 35.000 man. Was ook erg leuk. Oké. Ja. En jullie hebben ook gewoon even erbij. Ja. Dat doen ze gewoon even erbij. Nou, even. Met Acting the Maggot doen er op ongeveer 150 man. Ja. Maar jullie hebben met de Kovacs ook de European Border Breaker Award gewonnen. Hele mond vol. Wat is dat voor prijs? Ik zou dat Giel Belen op Twitter heeft jullie al gefeliciteerd. Ja, we zijn daar ook live geweest. We hebben hem daar ook ontvangen van Giel en van Jan Douwe Kroeske. Mm-hmm. Het is eigenlijk kort zeg maar gewoon de EBBA Award. En dat is voor artiesten. Ik weet niet precies hoeveel landen, maar er is in ieder geval één artiest per land. Dus één land mag een artiest naar voren schuiven. Wij zijn dat voor Nederland dit jaar. En het gaat erom dat die artiest over de grenzen succesvol is, eigenlijk. En de EBBA Award zorgt ervoor dat je Europees gezien op alle radiostations veel meer gedraaid wordt. Dus ook in het buitenland meer kansen krijgt nog. Dat is uiteindelijk het doel ervan. En ik zag dat je met verschillende artiesten hebt samengewerkt. Ja. Met wie vond je het nou echt super leuk om mee samen te werken? Op Lowlands vorig jaar heb ik met Kiteman op het podium gestaan. Mm-hmm. Dat was echt te gek, want die kwam als verrassing. Ja. Ik wist het wel, maar het was toch nog wel een verrassing hoe dat liep. Dat was heel leuk. En bij The Voice vorig jaar met Mr. Props was ook heel tof. Was dit nou de richting die jij ooit bij Holland's Got Talent, toen je daar op het podium stond? Ja, iets boven, hè? Lang geleden. Ja, maar had je dat... Wat was jouw doel toen? En als je daar nu op terugkijkt, mijn een aantal jaar verder. Doel toen was wel op het podium staan. Dat doe ik nog steeds, dus dat is wel gelukt. Mijn doel was in eerste instantie corporate events, dus de bedrijfsfeesten. Zoals ik dat met Exclusive Strings gedaan heb en in Frankrijk. Ja. Dat heb ik wereldwijd mogen doen. Dat doe ik nog steeds. Daar zit je nog steeds bij. Daar zit ik ook nog steeds bij. Maar ik vind wel, sinds ik met een band speel, dat is toch een heel ander gevoel, een heel ander genre. Ik denk dat mijn droom daarmee naar verschoven is. Mm-hmm. Ja. En wat staat er dan de komende maanden voor jou op de planning? Er wordt nu geschreven aan het tweede album. Mm-hmm. We hebben nog de laatste paar shows in België en Nederland.
Mm-hmm. We gaan naar Istanbul volgende week. En in januari de uitreiking van de Ebba Award op Eurosonic. In Groningen. Ik zit echt hier zo met zijn klapperende oren. Zo. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar, zeg, je raakt eraan gewend, maar dat is ook niet het geval. Wat zijn jouw doelstellingen Mijn eigenlijk? Doelstelling is dat ik over 50 jaar de Ebba Award binnen zal slepen. ik ben daar druk voor bezig, met schrijven, met Roel Jongenelen, dus misschien dat het ooit gaat lukken. Nee, mijn eerste Wim, doel... We hebben Wim Daniels dadelijk nog op de ja, bank, ja, ja, dus ja, misschien kan hij ook nog... kan hij een mooie tekst schrijven voor ons, eindelijk een keer een goede tekst. Ja. Nee, het eerste doel wat ik nu voor ogen heb is zorgen dat onze drummer weer gereed is om mee te drummen. Want die is een anderhalve maand terug onderuit gegaan met zijn motor. Oh. Heeft zijn hamstring gescheurd en daarom moesten wij het eerste optreden van Acting Maggot na een half jaar tijd weer... verplaatsen helaas. Mm. En dat was een beetje een strop, vooral voor de drummer natuurlijk, maar ook vervelend voor de mensen die al kaartjes hadden gekocht, want die moesten, we hebben de show verplaatst naar 9 januari in de Rots. Veel mensen zijn meegegaan, maar ook sommige mensen, die kunnen natuurlijk een andere datum. Dus we zijn nu druk bezig om dat weer op gang te gaan gooien. Super. Ja, het wordt hopelijk weer erg gezellig. Dus als je nog een 9 januari, de Rots, hier in Boksel, volgende optreden van Acting the Maggot. Jullie gaan optreden. Jullie zitten volgens mij nog vastgesnoerd aan de bank. Of niet? Nou, niet aan de bank, alleen aan een microfoontje. Maak je rustig klaar. Wat is jouw favoriete muziek eigenlijk? Ik hou eigenlijk van alles, behalve van hardcore. Voor de rest kan ik overal wel naar luisteren. Je ziet jou niet zo... Nee, je ziet mij niet helemaal gaan. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik moet eerlijk zeggen dat Act in the Maggot maakt hele fijne muziek. Ik ben de vorige keer geweest. Echt een aanrader. 9 januari, de Rotse Boksel. Zijn jullie er klaar voor? Bijna. Plug hem in. Een beetje vroeg, maar we doen vast de kerst. Het is live, hè, mensen, dus we moeten af en toe heel eventjes een beetje tijd nemen. Ja? Hoe heet het nummer? A Fairy Tale of New York. A Fairy Tale of New York! Christmas Day. Fantastisch. Act in the Maggot. Fenomenaal. Vanavond bij ons in Dommeland Live een nieuwe ambassadeur van Brabant. Wim Daniels, taalkundige schrijver. Schreef meer dan 100 boeken. Zijn meest recente boek is Blitz. Wim, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, het is niet mijn meest recente Is dit niet jouw meest recente? Nee, het is wel een paar weken geleden uitgekomen, maar er is er toch nog eentje daarna gekomen. Dat minder jij niet. Ja. Echt waar? Ja, dat ligt zelfs ook op tafel. Dit is het snelspelwijzer.
We hebben in Nederland, krijgen we één keer in de 10 jaar een nieuw groen boekje. Ja. En het groene boekje heet het officiële spellingboekje. Er is niks veranderd aan de spellingregels. Die zijn nog even onduidelijk. En ik heb daarom besloten om de spellingregels nu uit te leggen, zodat ook mijn moeder ze zou kunnen begrijpen. Ze leeft niet meer, maar ik heb mijn moeder voor de geest genomen. Ik vond dat mijn moeder ze ook moest kunnen begrijpen en dat heb ik in het kleine boekje gedaan. Snelspelwijzer. Snelspelwijzer, ja. Wauw. Je bent iedereen taalkundige. Ja. We zien hier net Acting the Maggot, die richten zich op prachtige teksten. Ja, zeker. Engelstalig, et cetera. Kijk je daar ook wel eens naar? Ja, zeker. Ja, ja. Als je met taal bezig bent, dan kijk je heel gemakkelijk over de grenzen. Als je naar de Nederlandse taal kijkt, ja, dan hebben wij heel erg veel woorden uit het buitenland gehaald. Als je de hele Nederlandse taal bekijkt, van alle woorden die hier vanavond gesproken zijn, komt ongeveer 65% uit het Nederlands, uit het Germaans. Maar bij het Germaans hoort natuurlijk toch ook alweer het Engels. En dan 35% dat komt uit andere talen. En Frans maakt daarvan een heel groot onderdeel uit. Als je in Brabant bent, dan heb je heel veel te maken met de Franse taal. De Fransen zijn hier heel invloedrijk geweest. In welke vorm? Welke woorden dan? Als jij zegt, je bent als Brabander... Van elke 20 woorden die ik spreek, komt er denk ik wel 1 woord uit het Frans oorspronkelijk. Als ik thuis stampot eet ik in mijn dialect geen stampot, maar eet ik patazie. En dat is het Franse potage, dat eigenlijk... Patazie? Ja, patazie. Patazie? Ja, ja, ja. Maar jij komt uit Helmond, toch? Of niet? Nee, ik kom niet uit Helmond. Dan? Ik ben wel Helmonder van het jaar. Helmonder van het jaar ben je uitgeroepen. Ja, ja, nee, ik kom uit Aalriksel. Aalriksel? Ja, ja. En ik ben Helmonder van het jaar geworden omdat ik Helmond zo'n geweldige stad vind. En omdat ik het Helmonds dialect uitvoerig beschreven heb. En dat vind ik een van de mooiste dialecten van Nederland. Waarom? Het heeft een enorme klankrijkdom. Er lijkt een heel ruw, hard randje om dat Helmonds heen te zitten. Maar als je daar doorheen prikt, dan zie je een fantastische, zachte kern. Het Helmonds heeft heel langgerekte klanken. Hi en vooruit, et cetera, in plaats van vooruit. En dat klinkt voor sommige mensen heel hard, maar er zit echt een hele mooie, zachte kern. Zijn mensen niet enorm bang bij jou, Wim, om te praten? Nee, ik wist dat jij vanavond kwam en ik had echt zoiets ik moet heel erg gaan letten op wat ik zeg vanavond. Nee, want, ik ben zelf ook niet iemand die zich stoort aan taalfouten. Er zijn heel veel mensen, als ik voordrachten geef, die na afloop naar mij toe komen en die dan tegen mij zeggen... Vind je het nou niet zo erg dat tegenwoordig zoveel mensen zeggen, hun hebben dat gedaan en groter als mij en kun je daar niks aan doen? Ik kan er sowieso niks aan doen natuurlijk, maar ik vind het ook niet erg. En als je daar ook naar gaat kijken, bijvoorbeeld het verschil tussen hen en hun. Als je naar de straat op gaat en je vraagt de mensen, wanneer moet je hen gebruiken en wanneer moet je hun gebruiken? Ja, daar weet bijna niemand het antwoord op. En dat is ook niet zo raar, want die regels die zijn ook volstrekt dwaas, die zijn ook volstrekt willekeurig. Die zijn in de 17e eeuw in het leven geroepen door 2 mensen die aan de tafel zaten met elkaar. En die hebben toen het verschil bedacht tussen hen en hun. Wanneer moet je hen gebruiken, wanneer moet je hun gebruiken? En toen zei die ander, ja, dat vind ik mooi dat je dat bedacht hebt, maar dat is verschil voor het meervoud. En toen zei die, dan ga ik het verschil bedenken voor het enkelvoud. En die heeft toen het verschil bedacht tussen hem en hum. En toen zei die ander, man, dat heb ik toch liever niet. Maar dat was mij als dialect spreken goed uitgekomen. Want ik zeg altijd, hum weer. Maar dat heeft het dus toevallig niet gehaald. Dus heel veel van die regels die wij in het Nederlands hebben, en het geldt ook voor spellingregels, die zijn nogal willekeurig samengesteld. Het is ook niet raar dus dat mensen veel fouten maken. Ik stoor me daar totaal niet aan. Ja. Dus als ik vroeger ook een liefdesbrief van iemand kreeg en daar stonden veel taalfouten in, ik ging toch voor de liefde. Ja, uiteindelijk wel? Ja, nadrukkelijk. Toch? Ja, 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 ja. Het was niet dat je ieder zinnetje voor zinnetje... Nee, helemaal niet. Ik heb zo gelachen, Wim, dat mag je echt weten. Ik heb deze week nog teruggekeken toen ik wist dat je kwam, toen jij in pauze had. He, met het fantastische... Koningslied. Koningslied. Ik vond het zo fenomenaal hoe jij daar... Ja, ja, ja. Maar goed, dat was ook wel een ernstige tekst, moet ik zeggen. Ernstig in de zin van volstrekt... Je sloeg de spijker volledig op zijn kop. Ja, maar als je een tekst mag schrijft... Mag ik dat trouwens zeggen? Spijker volledig op zijn kop. Maar als je bijvoorbeeld een tekst schrijft waarin staat de W van stampot eten... Ja, stampot eten begint echt niet met een W. De W van stampot eten, dan moet je zeggen de W van wortelstampot eten. Maar dat zeiden ze niet, de W van stampot eten. Dus het was echt een dwaze tekst. Dus ik vond ook wel dat daar op een beetje komische manier op gereageerd mocht worden. En om even terug te komen op die liefdesbrieven die je vroeger schreef... Kreeg. Of kreeg. Kreeg. Kreeg.
Is daar ook de fascinatie voor taal doorgekomen? Of waar komt die precies vandaan? Nee. Want ik weet ook nog wel dat ik een liefdesbrief van iemand schreef die zei... bij nader inzien heb ik al een vriend. Dus dat was niet goed. Nee, mijn liefde... Ja, met het meisje had ik op een bankje gezeten. In Helmond wel weer, in de Warande. Ja. En ik dacht, het is geweldig. Met het meisje op die bank zitten en ook gezoend. Maar toen kreeg ik de volgende dag al een brief. Niet via haar, maar via die vriendin van haar. Met de mededeling. Ik heb bij nader inzien alle vrienden. Bij nader inzien. Ja. Nee, mijn liefde voor taal is ontstaan in mijn dialect. Ik ben eentalig opgevoed in het dialect van Aalrichsel. Mm-hmm. Mijn ouders die spraken alleen dialect. Mijn vader kwam uit Stiphout, mijn moeder uit Mierlehout. Die trouwden in 1942, kwamen in Aalrichsel te wonen. Spraken als vanzelf dialect en voeden hun kinderen ook als vanzelf in het dialect op. Mm-hmm. En pas rond mijn 12e, 13e ontdekte ik dat er ook nog een andere taal was. En die ben ik toen gaan leren. En dat is heel makkelijk. Je kunt heel gemakkelijk vanuit het dialect Nederlands leren. Het is veel moeilijker om vanuit het Nederlands dialect te leren. Dat merk je ook in mensen die in het algemeen Nederlands opgevoed zijn en die proberen dialect te spreken. Mm-hmm. Dat slaat nergens op. En heb je dan eigenlijk ook een lievelingswoord in het dialect? Dat vraag ik me dan af. Ik heb wel veel lievelingswoorden. Ik heb ze ook soms... Wat is het lievelingswoord van Wim Daniels? Nou, ik heb ze een beetje per provincie ook wel, zou je kunnen zeggen. En ik heb ze soms zelfs lokaal. Het mooiste Helmonds woord vind ik Wonnie. Wat betekent dat? niet waar. Oh, waarvoor wij Wonnie zeggen? Johnny, dat is Wonnie. Wonnie? Johnny, dat is Wonnie. Nou, dat vind ik een mooi Helmonds woord. Een mooi Brabants woord vind ik Durske, voor meisje. Dat Durske? Zeggen zelfs Durske, dat zeggen ze, dat in feite afgeleid van deren. Dat zeggen zelfs moeders nog tegen hun dochter, ook al is die al 40. Durske betekent eigenlijk, zegt eigenlijk tegen een klein meisje. Vind ik heel mooi. Een prachtig Zeeuws woord is ook gekozen door het mooiste Zeeuws. Platte zeugen. Platte zeugen? Ik heb de indruk dat jullie allebei geen dialectsprekers zijn van huis uit. Even platte, wat platte zeugen zijn, moet je wel even uitleggen. Ja, ik weet niet wat het is. Wat is een platte zeug? Platte zeugen. Zeugen? Een borstel. Een borstel? Ja, en dat komt omdat die borstel gemaakt is van varkenshaar. Ja, dat dacht ik nou al. Ik hoorde het, ik dacht dat het komt van een fantastisch woord dat in Gelderland gekozen is tot het mooiste woord. En in Limburg ook hoogschoord, volgens mij ook in Limburg ook. Maar dan iets anders uitsproken. Schottelslet. Is het een schottelbraai? Sorry? Is het een schottelbraai? Wat is een schottelbraai? Ik dacht dat het een schottelslet was. Ze heeft veel in het buitenland. Ik weet toevallig wat het is. In Zuid-Afrika gebruikt ze het heel veel. Oh. Het is een vaaddoek. Oh, ja. Maakt is eigenlijk best logisch. Dus ik voel me als een vaaddoek, zeg je dan? Ik voel me als een... Nou, dat zou je dan weer niet zeggen. Nee. Dat kun je dan moeilijk zeggen. Maar een schottelslet is een slet, is zo'n vies doekje. En een schottel is een schotel. Wim, denk jij dat... want dat dialect, ik heb het idee dat het toch een beetje aan het verdwijnen ja. is. Ja, over 40 jaar is het weg. Ja? Of 40 jaar is het helemaal weg. Het dialect kan alleen bestaan als je grenzen hebt. Ik ben zelf nog binnen grenzen opgevoed. Dat wil niet zeggen dat wanneer ik uit Aalrichsel wilde, ik een paspoort moest laten zien. Maar ik kwam zelden buiten Aalrichsel. Uh-huh. En een dialect kan echt alleen maar bestaan als je heel weinig contact hebt met andere talen, met andere dialecten. En grenzen zijn weggevallen, zijn we over het algemeen ook niet trouwig om. We gaan heel gemakkelijk op vakantie. Andere mensen komen hier of komen hier wonen, et cetera. Nou, het logische slachtoffer daarvan is het dialect, want het heeft te veel contact met andere talen. Ik heb thuis een fantastisch boek liggen, een boekje uit 1959, een studie uit Tilburg. En dat boekje heeft de titel De Allochtonen in Brabant. En daar werden mensen uit andere provincies mee bedoeld in Nederland die in Brabant kwamen wonen. Ja. En dat is een boekje uit 1959, dus toen kwam dat een beetje op gang, dat mensen uit andere provincies hier kwamen wonen. Daarna zijn mensen uit andere landen hier komen wonen, mensen uit Nederland zijn elders gaan wonen. Dus die talen vermengen zich steeds meer en dan kun je dialect heel moeilijk behouden. Moet je echt op een eiland gaan wonen, dan zou je ook nog geen internet en televisie moeten hebben, want dat beïnvloedt het dialect ook. Ja, daarover gesproken, hoe kijk jij bijvoorbeeld naar de taal van de hedendaagse jongeren eigenlijk? Want we gebruiken zo die afkortingen, et cetera. Wat vind jij daarvan? Jongerentaal is een fantastisch fenomeen, vind ik zelf. Daar heb ik ook wel ooit een boek over geschreven. Jongerentaal bestaat pas sinds 1900. Voor die tijd bestond het niet omdat er toen geen jongeren waren. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar vroeger was je kind. En als je geen kind meer was, was je meteen volwassenen. Mijn vader en moeder zijn in 1913 en 1911 geboren. Die zijn nooit jongeren geweest. Die waren kind en die moesten vanaf hun 13e jaar gaan werken. Dus die hadden geen tijd om jonger te zijn. Dus bestond er ook geen jongerentaal, want die ontmoeten elkaar niet. En pas vanaf 1920 zijn jongeren
taal woorden ontstaan. Het eerste fantastische boek met heel veel mooie jongerenwoorden erin is de HBS-tijd van Joop ter Heul van Sissy van Marksveld. Een boekje uit 1919. Daar kom je voor het eerst echt jongerentaal in tegen. En sinds die tijd... Wat moet ik me daarvoor voorstellen? Zij was in Engeland geweest. Sissy van Marksveld is eigenlijk een pseudoniem van Setske de Haan. En ze was au pair geweest in Engeland en had daar boeken gelezen van Joe March. En Joe March geldt als de eerste bakvisauteur. En die gebruikte heel veel woorden. Maar ze heeft... Bakvisauteur? Een bakvis is een meisje dat nog groen achter de oren is. En die gebruikt dus ook dat soort jongere woorden. En dat was Joe March was de eerste auteur die dat een beetje deed. En Sissy van Marksveld heeft het overgenomen. En ze heeft het over leut, jolig. Het is een saaie pan op school. Maar ze gebruikt bijvoorbeeld ook het woordje tien voor thee drinken. Dat heeft ze typisch uit Engeland meegenomen toen ze weer terugkwam. Ja. Prachtig boek dat je nu nog kunt lezen. Sinds 1919 heeft die jongerentaal zich heel langzaam ontwikkeld. En op een gegeven moment is jongerentaal ook een geschreven taal geworden. Dankzij de mobiele telefoon waarbij je sms'jes ging maken. En jongerentaal heeft op dit moment de grootste invloed op de taalveranderingen in het Nederlands. Dat is niets om somber bij te kijken. Nee hoor, dat vind ik mooi. Taal verandert en ik ben blij dat jongeren daar ook een grote invloed op hebben. Ja. Je ziet het zelfs al in de Dikke Van Dalen, klinkt het door. Ja. In de Dikke Van Dalen staat al ruim 10 jaar, we hebben net weer een nieuwe Dikke Van Dalen gekregen, maar staat al ruim 10 jaar in, het woordje even ook als effe, E-F-F-E, en zelfs als FF. Echt? Ja. Jo. Ja, echt waar. Verbaast me eigenlijk niks hoor. Jij bent een stukje... Ja, voor mij verbaast het wel. Nee. Ja, mijn moeder is Nederlands docent, dus ik vind het prachtig. Ja, heel mooi. Ja. Nou, maar je moeder zal altijd ongetwijfeld ook toejuichen dat de taal verandert. Kijk, veel mensen die willen dat de taal blijft zoals ze die taal zelf ooit geleerd hebben. Maar dat gaat niet gebeuren. Taal verandert bijna waar je bij staat. Er is nu net een nieuwe Van Dalen uit. En dus de vorige Van Dalen die was van 10 jaar terug. Mm-hmm. En in 10 jaar tijd zijn er meer dan 15.000 nieuwe woorden in het Nederlands terechtgekomen. En dat is natuurlijk behoorlijk veel. En behalve dat er veel nieuwe woorden bij komen, verdwijnen er ook wel eens woorden. Maar ook onze uitspraak verandert een beetje. Dus de taal die is voortdurend in beweging. De grammatica verandert zelfs een beetje. Tegenwoordig hoor je heel erg vaak, is goed. En vroeger zei je, het is goed. Maar dat hebben we helemaal weggelaten. Mm-hmm. Nee, is goed. Doe maar, stel nog maar een vraag. Is goed? Is goed? En je hebt, ik had in ieder geval ook gelezen dat je een boek hebt uitgebracht, Komkomma. Ja. Ja? Geen komkommers, maar komkomma's. Komkomma. Ja, ik ben helemaal in de komma. Je hebt de fascinatie voor leestekens. Ja. Ik ben er zelfs ooit voor onder behandeling geweest bij een psychiater. En die dacht dat ik kwam omdat ik vroeger kikkervisjes heb gekweekt. Ik moest zelfs een hele hoge rekening bij die psychiater betalen. Maar ik ben heel erg geïnteresseerd. Ik was aanvankelijk geïnteresseerd in woorden. Mm-hmm. En toen ik die woorden wel ontdekt had dat die allemaal een masker op hebben. Dat masker kun je eraf halen. En dan zie je wat er achter dat woord zit. Sinaasappel. Dat is eigenlijk gewoon een China-appel, een appeltje uit China. Dus dat heeft ook een masker op en dat masker haal je eraf. Maar toen dacht ik, ja, maar als die woorden een masker op hebben, dan hebben letters waarschijnlijk ook een masker op. Mm-hmm. En toen ben ik die letters gaan onderzoeken. De hoofdletter A is gewoon een omgedraaide ossenkop. En toen ik dat wist... Ja, dus als je een ossenkop ziet met van die gehoor. In Helmond en de Warande, daar lopen Watussies rond. Dat zijn beesten met enorme hoorns. Mm-hmm. En als je dit op zijn kop zet, dan zie je de hoofdletter A. En die ossen werden vroeger Alef genoemd. En Alef is ook de eerste letter van ons alfabet, van ons Alefbed. Mm-hmm. En toen ik ontdekt had waar die letters vandaan kwamen, toen dacht ik, ja, maar dan moeten die leestekens ook ergens vandaan komen. En toen ben ik met de komma begonnen. En na 2 jaar studie heb ik de conclusie getrokken dat de komma zijn carrière begonnen is als punt. Mm-hmm. En iemand heeft er een haaltje aangezet. Ik weet nog dat mijn vader op dat moment bij mij binnenkwam. Ik zeg, vader, ik heb de conclusie getrokken dat de komma zijn carrière begonnen is als punt. En iemand heeft er een haaltje aangezet. Waarop mijn vader de legendarische woorden sprak. Jongen, met die flauwekul kun je nooit de kost verdienen. Maar dat kan wel, want daarom zit ik hier. Ja, look at me now. Ja. Je hebt vorige week de Brabant-bokaal gewonnen, hè? Wat doet dat met je? Vind je dat, Ik vind het wel een mooie waardering. Ik ben toch wel in Brabant heel actief. Ik geef heel veel voordrachten in Brabant. Echt, ik denk dat ik elke plaats in Brabant wel één of een paar keer heb gehad. Ik heb een boek geschreven, Groet uit Brabant. Maar die prijs wordt wel gegeven voor het vrijwilligerswerk dat je doet in Brabant. Ter behoeve van mensen die in Brabant wonen.
En dat doe ik met maat, zou je kunnen zeggen. Ik ben voorzitter van de Stichting Brabants Dialectenfestival. Ik ben ambassadeur van de Wensambulance Brabant. En ik heb nog een paar andere dingen gedaan. En dat vind ik wel mooi, dat je waardering krijgt voor activiteiten die je doet. Maar ik moet er meteen bij zeggen, ik zou 50, 60, 70 mensen op kunnen noemen die hem net zo goed verdienen als ik, of die hem nog wel meer verdienen dan ik. Voel jij je, als, ik zei het net in de opening al, ambassadeur van Brabant? Voel jij je een ambassadeur van Brabant? Kijk, Brabant is wel de plaats waar ik vandaan kom. Aalriksel is bij mijn dorp. Ik heb zelfs ooit voor mezelf geformuleerd, er staat ook in mijn boek De Taal achterna, dat mijn levenstaak een beetje is Aalriksel, waar ik vandaan kom, op de kaart te zetten. Ik ga ook veel fietsen en als ik niet weet waar ik naartoe ga en ze vragen aan mij thuis, waar ga je heen? Dan zeg ik altijd, ga Aalriksel weer even op de kaart zetten. En Aalriksel is een symbool voor de rest van Brabant. Nee, ik vind het wel goed om de provincie waarin je geworteld bent, zeker de plaats waarin je geworteld bent, om daar positief tegenover te staan. Ik vind het zo fascinerend. Ik vind het heerlijk ook, ik merk de afgelopen week ook, als je zo aan het praten bent, dan word ik een soort ontspannen en dan luister ik. Ik moet denk binnenkort naar een lezing komen, want ik vind het fantastisch om naar jou te luisteren. En nu weet ik eigenlijk niet eens meer wat ik wilde vragen, maar ik weet het echt niet meer. Ik ben het kwijt gewoon. Heb jij nog iets leuks? Heb jij nog een vraag? Van? Ik heb altijd vragen. Oh. Ja. Vertel. Waar woont u nu? U woont nu in Helmond, toch? Nee, ik woon nu in Eindhoven. Ik ben Helmonder van het jaar. Mm-hmm. Vanwege mijn grote sympathie voor de stad en omdat ik het Helmonds woordenboek heb geschreven. Ik kom uit Aalriksel. Ja. Mijn familie woonde voor een groot deel in Helmond. Ja. Maar ik zelf woon nu in Eindhoven. In Eindhoven, ja. De lichtstad. Is daar een speciale vraag? Bent u ook een beetje voor PSV? Of? Ik hou wel van voetbal. Mm-hmm. Ik ben zelf ook voetballer geweest. En wielrenner geweest. Maar het is niet zo dat ik specifiek voor een ploeg ben. Als ik dan voor een ploeg moet zijn, dan ben ik voor Helmond Sport. Mm-hmm. Helmond Sport heeft ook het mooiste clublied van Nederland. Voor welke club ben jij? Ik ben voor Helmond Sport. Maar die tekst voldeed wel. Ja, die tekst is een geweldige tekst. Een heel sterke tekst. Ja, een enorme sterke tekst. Maar ik hou van voetbal, maar ik vind het zo vervelend. Ik ga bijvoorbeeld niet meer graag naar PSV, omdat ik daar bij een vriend van mij kan zitten. En er zit achter die vriend van mij zit een man, die zit de hele wedstrijd te kankeren op spelers van PSV. Mm-hmm. Dat vind ik zo vervelend. Ja. En ik heb er ook zo'n hekel aan dat supporters de tegenpartij uitfluiten. Ja. Ik zit thuis de televisie te kijken naar voetbal en zeg ik het geluid uit. Ik weet al wat ik net wilde vragen aan jou. Heeft Wim Daniels wel eens rust? Want je bent zo tekst. Overal kom je teksten tegen. Als je ergens loopt, je zegt net, fietsen, et cetera, et cetera. Heb je wel eens rust? Of moet het altijd veranderen of heb je er altijd een mening over? Nee. Ik ben ook niet zo van de meningen. Nee, ik ben toch meer iemand die van taal geniet. Dan dat ik iemand ben die zich aan taal ergert. Ik vind het heerlijk om bijvoorbeeld een tijdje terug fietste ik van Eindhoven via Nederwetten naar Son. Nederwetten bestaat ook. Nederwetten? Ja, bestaat ook. Daar woont Lenny Koer onder andere. En toen stond daar een bord, open spatie haardblokken. Ja? Stond dus open en dan volgende woord was haardblokken. Dan moeten ze de haardblokken openen, toch? Dan? Dat betekent toch dat ze dan die haarblokken moeten openen? En hoe gaat dat? Dat is toch met die met dubbele punt, zeg je toch? Nou ben ik het kwijt. Nou begin ik ook gefascineerd te raken door de taal. Dat is wel interessant wat je zegt. Dubbele punt. Ja, ik dacht dat je zei open, dubbele punt, haarblokken. Nee, ik zei spatie. Oh, spatie. Open spatie, haarblokken. Maar dat is wel mooi wat er staat, want dat kun je op allerlei manieren lezen. Dus ik ga dan niet denken, ja, maar dit is een geweldige spelfout, ga aanbellen. Zeg, kunnen jullie dat open haarblokken niet fatsoenlijk spellen? Nee, ik zie meteen allerlei mogelijkheden voor me van die open haarblokken. En ik open er net eentje voor je. Ja, zeker. Ja, ik moet nog wel weten welke opening dat was, maar goed. Van de haarblokken! Ik wil... Jordi, het is je eerste uitzending. Ik vond het super. Ik wilde je nog heel veel vragen, maar we moeten ze het helaas aan de tijd. Ja, maar misschien dat ik nog wel een slotopmerking kan maken. Vertel. Ja, want ik vind dat je het zelf als debutante, als presentatrice, heel erg goed doet. Ah, oh, dankjewel. Ja, nee, dat is knap. Applaus. Dankjewel.
Vind ik ook. Vind ik ook. Nou moet ik blozen, jongens. Ja, blozen. Is goed. Is goed. Ja, is goed. Heb je daar ook nog een opmerking over blozen? Het blijkt zo te zijn dat mensen die veel blozen... ja, het blijkt zo te zijn, uit de Engels onderzoek, dat mensen die veel blozen... uiteindelijk vriendelijkere mensen zijn dan mensen die nooit blozen... en altijd maar stoer de camera in kijken. Ah. Okay. Maar ik zag niet dat jij blozen. Dat is mijn blusher. Oh ja. Wim, fantastisch dat je er was vanavond. Hartstikke dank. En ik kom binnenkort echt naar je kijken. Waar sta je deze komende tijd? In Brabant niet veel. Ik sta in Gouda 2 keer. Maar morgenavond, maar ja, morgenavond sta ik in de Walnoot in Bokstel. De Walnoot? Zeker weten. Wat? Voor de vrouwenvereniging. De vrouwenvereniging. Ja. Dus daar mogen we niet zomaar komen kijken. Jawel. Ja? Ja, ik denk niet dat ze je buiten zetten. Oké, super. Morgen, vrouwenvereniging, Walnoot, Bokstel, hoe laat? 19:30, dacht ik. 19:30, Wim Daniels. Ik zou zeggen, muzikaal intermezzo, Acting the Maggot. In my memory, I will always see the town that I have loved so well, where our school played ball by the old guest yard wall, and we laughed. Past the jail and down behind the fountains, was born inside, but I love my pride for the town I loved so well. In the early morning, the factory horn called women from Cracken, the moor and the bog, while the man on the door played a mother's role, fed the children and then trained the dogs. Well, then when times got tough, there was just about enough, but they saw it through without complaining. For deep inside was a burning pride for the town I loved so well. But when I returned, how my eyes got burned to see how a town could be brought to its knees by the armored cars and the bombed old bars and the gas that hangs on to every breeze. Well, now the army's installed by that old gas yard wall, and the damned barbed wire gets higher and higher with the tanks and their guns. Oh my God, what have they done to the town I loved so well? Now the music's gone, but they carry on, for their spirit's been bruised, never broken. They will not forget, but their hearts are set on tomorrow and peace once again. For what's gone
is a gun, and what's one is a one, and what's lost is lost and gone forever. I can only pray for a bright brand new day for the town I love. Acting the Maggot! 9 januari, de Rots in Bokstel. We zijn er doorheen. We zijn er doorheen. Je deed supergoed. Nou, dankjewel Geert. Echt. Vond je het leuk? Ik vond het leuk. Vond jij het leuk? Over 2 weken weer? Over 2 weken weer. Over 2 weken zijn we weer. Dommeland live. Graag tot dan. Dag.